We winnen in Hilpen bij de eerste wedstrijd van het Iepen Fries kampioenschap Scootjesilm. En dat je had altijd de mooiste plaatsjes. En welkom bij het Scootjesjournaal. Aan boord van de Gaasterland het bemanning van het scootje van de Dij, de jonge Rijn. Daar is ik, skipper Erik Jonker en zijn huid Rijn Jonker. We hebben ik een muziek, die komt goed van Meinder Talma. Het commentaar komt van Klaas Jansma. Nog heel tijd. En Eelke Lok, hij is Rick. Hij maakt een verslag van de eerste wedstrijd. Ja, Eelke, het is nog maar de eerste wedstrijd, maar hij heeft ook een idee... Waar de kampioen weer kennen in die Grutte A. Jazeker. Dat idee heb ik wel. Als je goed naar de oefenwedstrijden alleer jongen had, de prologen enzovoort, dan weet je dat wel ongeveer. Nou, let maar zijn, jongens. Want dan kunnen we zien dat ik denk dat het Henk Rechts worden zal. Want die had in het voorseizoen vier bij het beste sealed en die kent het beste vast horen. Maar ja, er zijn natuurlijk volle meer. Tje, bijvoorbeeld deze man is Rick. En desvan zou iedereen Sibu Sisling wel willen dat hij een keer kampioen was. Want hij had er hult die ticht zien aan zitten. Nou, maar zien wat tien deze week wordt. Want dan na je week weten we volle meer. Dit is de start op een baan in Hilpen C1. En dan werom komen hult die. Maar ja, het wie een hele twitterige wien. Het wie een traaienhoekje, een Olympische baan. Maar verder wie er ik niks. Nou, Jelle Talsma komt hier over de startlijn. En daar komen de oren altijd achteraan. En dan zit het er per onder. Dan denk ik van dat is jammer. Want dan doe je net echt mij in het eerste rakje. Ja, hoe zitten we dat dan verder voortzetten? Ja, daar komt de jonge Rijn komt er aan. En daar komt Henk Rechts, die gewoon helemaal fort. Die weet net wat er heen maar het is helemaal mis bij Henk Rechts. Ja, doe nog eens een boomkie in de fokker op erin. En John nog eens even. Doe nog eens even wat goed. Hij komt helemaal nergens en nergens wij in die wien. En dan betreft dat Tony Brundle gewoon het stadskort goed opvang had. En hij is eerst bij de tonnen, vier eerst bij de tonnen. En dan denken wij al van, nou, dat is Katin Bakkie, Tony Brundle van de Gaspen. Die wordt goed de winnaar. Er is geen enkel probleem meer. Maar wij houden dan ik net rekening mee wat er al hier in Hilpen barken. Want daarachter, ja, daar ziet een heel soort trolk waarheen. En het griemde al hier in Ilkor om. De Jester Marders, die matte hier even achter Jeroen de Vos langs. Er zit Walter de Vries, dat de wachtzien kenner, die tonnen nog rikken. Nou, en in de tweede groep, wie het nog volle slimmer verzelfs. Want daar komt Henk Rechts in eens weer tussen droog. Want die had dan toch weer vaart kregen op een of andere manier. En die komt er achter langs. En er komt de go van Romke de Jong, ik nog achter Lance. En dan wordt er strijden om werkelijk elke centimeter schoen. En dan komt er ik een justjes meer wien. Daarom komt alles ik bijlkoor dus. En dan maakte Henk Rechts en Romke de Jong, die maakte zelfs om een skip heen wat er leidt namens de organisatie. En die komen haast boeten het wedstrijd veel te lonen. Maar dat iedereen vindt het slim, want ze zijn vier genoeg voort. En dan komen ze maar een keer weer om. Sibu Sisling is intussen wat opklom in de middenmoord. Rond een beetje naar het zesde plakje. Maar het bloed en griemerijen. Je zit er al je mijlkoor. En iedereen wil zien plakje. En het is prachtig om te zien hoe die IFK-koets is gehoord. Al je heel dicht bij elkaar blijven. Want je zei het Walter de Vries. Giek je even uit en dan kom ik er weer achteraan. En hij, Tony Brundle, die leidt voorlopig nog voorop. Had Harry Amsterdam en Jonker hem zien. Die wiest werd die tonnen leidt. En der dan maar Henneman. Nou, en der dan maar Henne. En
sjoeie in dit rak al die man daar achteraan komen. Dat is de Rade Roek. Ja, toch net een freun van Tony Brundels om te vrienden die komt erachteraan. En de Jester Madders. Dat is voorlopig op het tweede plakje. Nou, en die dien dat ik verhip te goed in deze wedstrijd. Want die ziet nu de hele wedstrijd voorin. Maar de koeltjes, ja, die soppelen wat hinder met. Je ziet een meter. Wie die in de eerste route, wie die ze wat in de lijst. En hij komt in ieder als achtste om het tonnen. Ja, hij is er in ieder samen weer in het veld kan. Hoe is het al hier mogelijk? De skippers krokken zelf van hun prestaties, Safir Wiert. Want ze konden het absoluut geen baat behouden. De eerste trein had ik hem, ze kreeg verteld. Nou, daarachter zit Jeroen de Vos. En daarachter zit Jelle Tolsma. En die beide mannen die showen om haar heen. Piet Blauwshort is even achterom. En is even praten erover. Nou, kom hier eens even mijn mandje naar achter. Dan leidt het skip misschien wat beter, zei het Jeroen de Vos. Maar die mannen zouden echt nog naar voren komen. Maar eerst kwam Jester Mar. Jester Mar die ging er gewoon voor langs Gele Tarema. En Tony Brundel had helemaal niks in te brengen. Had niks te showen wat dan ik. Maar Gele Tarema die leidt voorlopig onder lering. En dan komt de Elkje nog eens een keer langs. En dan is Gele Tarema weer nergens. En dan leidt Jeroen de Vos onder lering. Zag hen de werk hoe het ging in het rak. Dat ze alle skippers bidden en hopen dat ze een twerke krijgen konden. Krek als de oren. Maar Jeroen de Vos, hij is voorlopig de eerste man. En Tony Brundel komt er achteraan op het tweede plakje. Dat kan er nog krek redden. Maar dan komt Jelle Talsmal. En dan komt Sibu Siesling in ieder naar voren. Kender die tonnen rekken. Zeker Heerschop komt er aan. Die kende de tonnen wel aardig rekken. Maar Sibu Siesling mat is even schijn. Want daarboven die de Rade Roek wel langs. Kender erbij komen. Ja, hij komt er voorbij. En dan komt het helemaal clear. Nou, dit is binnen dus de eerste treien. Hè? De Eeltje voorop. Daar komt Tony Brunel achteraan. En dan Jelle Talsma. Dan Jelle Tarema. Dan de Rade Roek. En dan Sibu Siesling. En dan komt het hele verhaal van de IFK's. Heel dicht bij elkaar in die laatste rakjes. Dus Tony Brunel gaat in het Heelwiense rak de Jeroen de Vos weer voorbij. En die gaat weer voorop. Dus dit is de tweede keer dat Tony Brunel weer aan de leading komt. Hij mat Jelle Talsma. Die mag erop draaien in ieder. Hey, die mag erop draaien. Jelle Talsma dan weer onder lering. Maar Tony Brundel houdt net op. Sje, dan leidt er onder Jelle Talsma. En dan komt het ziel van Tony Brundel Hulndal weer in beeld. Hij had al twee keer weer de man die het farm leid, had er weer verslijn. Hij wie in de eerste route ik de beste. En sje, dan komt het er gewoon weer onderuit. Wat de skipper dan een jonge kool is. Dan is het beste skip of de beste skipper is weer baas. En Tony Brundel die geeft op wij naar de eerste overwinning van de IFK's. Even draaien. En dan show je hem dat het van Jelle Talsma los gaat. En dan is er geen enkel probleem meer. Want hij doet het door stuurboord. En dan komt er een bakboord op de finish. En dan is het geen enkel probleem meer voor Tony Brundel. Niet een prachtige wedstrijd zielde voor hem. Maar ik voor het publiek. Wat zie je te zien naar een situatie. Niet heel verschillend wijze koe over de hulle midje. Ja, het was bloedspannend. Jongen, wat een wisseling. En ja, ik denk, nou, dan gaat ons eerste plekje. Nou, dan ging die ook een paar keer. Maar we hebben het toch weer teruggepakt. Fantastisch. Ja, je bent drie keer ben je voorbij gegaan. Ja, zeker. Ja. Dus daarom het verbaasde ons dat we nog weer eerste konden worden. Dus nou, we hebben er hartstikke voor gestreden. De bemanning was super. Fel. Wat mij verraste wie dat alles tegen Belk was hier. Ja, nou ja, dat is juist het mooie. Hè? Dat is meer strijd. Dus daar gaat het om. Des te betere smaak de overwinningen. Ja, nee, maar als je hem voor hen voort wie een bij zijn koeltje, dan bleun hem, dan wie hem voort. Ja, maar dan heb je weer die windschifting, hè? En dan draaien voor de wind ook en dan komen ze met de snor en dan liggen we daar voor dood. Het was natuurlijk een heel wisselende wind. Nou ja, en daar kan je maar een klein beetje op inspelen, maar je kan er niet 14 in de gaten houden natuurlijk. Dat gaat niet lukken. De eerste klap is een daalder waard, hè? Ja, precies. Jelle Talsma, hij wordt de tweede in de race hierbij hielpen. En de tweede, dat is Gele Tarema. Maar het veld ziet Frederik alweer heel tegen bij elkaar. Dit is Gele Tarema. Dit is de Jeroen de Vos. Die komt als tweede uit de stream. En wat die oren worden binnen, dat vertelt Duke alweer. Ja, dat dacht ik dadelijk. In elk geval wie zou dat viertjende het scootje van de daai is. Ja, ja. Erik, de skipper. Minder ken het, hè? Nee, minder ken het. Nee. We gaan een mooi wedstrijd shield. Toch wel? Ja. Ik ben op zich over het signal, ben ik wel tevreden. We hebben wel aardig gong in het skip. En ja, we hier in de pitch inslagen. En, ja, vind je de kerst net echt tevreden? Hoor, nee, over de uitslag net. Nee. Zeker wel even de totale uitslag, Jan. De 21 draaien, de Joeg, Elke krijgt al. Vierde waren Michiel Kalsbeek. Dan Gerle Tarema op vijfde plak. Zeg de Sietemeter. Sander Sibo Sieslink. Dan achtste Sikke Heerskop. Walter de Vries op een jochende plak. Tsien Henk rechts.
11e Kees van der Kooi, 12e Romke de Jong, 13e Willem Prins en Jim dan 14e Leeds in dit geval. Want er staan er nog wel 12 op. Delmenlos en Kees Jonker, die krijgt Santje punten. Maar die hebben helemaal met Maaisield over die kwestie. Komen we aans nog wel verder te praten. Ja, dat wie dus net zo'n heel best begin. Maar nee, zei, zit een oor Jonker. Die wil ik dan voort maar even introduceren. Zullen we dat even van Klaas? Ran Jonker, we kennen hem al hier, maar dan eigenlijk van hele oren sport. Toch? Jazeker. Nou, ik hoop het wel. Dat mag wel hopen. Dat je mij nog een beetje kent. Ja. Nou, en we zullen daar die beelden. Dan kan je het misschien krek achter de camera. Ik nog eens zien. Want dit wie in 86 doest het tweede waast in de Ooststerrentocht. Ja, dat wie een bijzonder succes voor mij persoonlijk natuurlijk. Ja. Want in Sangerut Barn om dit dan te beleven en dit mooi te maken, dat. Ja, dat viert je nooit weg. Nee, dus de riesterk te genieten. Maar ja. Van het rieden dan nou op een scootje ons koft vanzelf. Maar hoe heeft in de tijd die oorgang maken van het rieden naar het ziel? Nou, ik ben altijd groot fan en liefhebberij van de zielerij geweest. En ik van het scootje ziel. En ik het altijd volgen. Al van nou jonkje, mijn hout iets kouken naar je en wat en zo. En er altijd bij. Ik word bemanningslid op oren scootjes. Hier is altijd een grote droom, van dat wil ik nog een keer naar een scootje. Een droom om een eigen scootje te hebben, zal misschien een heel soort mensen wil hebben. Maar mijn zoon, die hier de droom ik, en die heeft het realiseerd. Die heeft zijn, ik wil zelf skipper zijn. Ik ben senior bemanningslid geweest en zullen we het eens proberen uit. Nou, ik zei, jongen, ja, dat ben een hele grote sprong. Maar als je denkt dat we dat al je behappen kennen, en, dan gaan we ervoor. Hm. Nou, en hier die uitspraak dien en... Ziek je op internet om te zien dat er een mooi skipje voor handen weer. En we kwamen met Jin en dat lag in Zwolle, een oud wenaartje. Hm. Wij erheen, Frits Janssen en mijn manneklid van ons mooi. En we zoeken dat, denk je, we krijgen erin die negen, zo mooi zeggen terug. Ja, hè? Ja. Echt en, weer? En te zeggen toen waarschijnlijk net. Nee, maar de kop en de kont van het spul, daar gaat het dan om. Hè? Dat zal Klaas en ik altijd, dat er maar mooi behellen is. En een geveegd kontje. Nou, dat hier dit skip ik wel wat. Dat hij voor in Zwolle. Ja, we komen aanstonds nog even over Jem Scootje te praten. Maar ja, Joert, nog even eerst over die wedstrijd. Want we gaan het missen, Joert, Erik. Nou, we hier een hele mooie start. We hebben een mooi fort. Wel een vlak onder Tony Brundel. En op een gegeven moment, Nou, 1200 meter zielend bedaarden wij er in een blak. De TR maar Henk rechts. Helemaal niks meer. En dat is waar is bleun, de wien. Ja, waar is bleun. Niks. Helemaal stil. En op een gegeven moment, we zijn van, we draaien. En de lege waarden, die kwam er gewoon in de hier een beetje gang. En wij draaien. Ja, het kon net. Hm. Dus wij waarom? Nog steeds in de blakte. En op een gegeven moment kregen we wat een koeltje. En we zijn er toch nog weer een jongen bij de bovenboei. Ja, maar uiteindelijk op een viertje in de plak. Dus het is ergens meer in de plak. Ja, het ging meer zo... we maken het wakker een beetje een foute slag. Is het dan niet omdat je voor het eerst in die grutte aanzielen, dat extra spannend is? Nee, ja, het is wel spannend. Maar het is net zo dat je daarom grutter fouten maakt. Hm. Ik vond dat wij wel aardig wegen wie in de oorskippen. Maar we bedaren het wakker in een verkeerde slag. Ja. En in een wieskifting. En dan val je heel bot oud. En in één keer zie je alles wat achter je loopt onder in het veld opkomen. Maar is dat dan ook de oorzaak van dat de debutanten en zeg maar de minderen, dat we die achterin zagen? Wie het gelok zielen, zo'n die oude skippers zijn. Want wie die ene vlaag naar de oren. Ja. En toch, apart, de besten zit toch voor ons, zeis. Ja, ja. En de mensen. Zit achter ons, daar ben je hem dan nog de allerminste van. Ja. En hij heeft dan de minste visie op vlagen en skiftingen en buien. Wij hier het idee dat wij wel mooi maken koeien en wij moeten onvallen. Wij hebben echt ziel op de onval en om te zien dat we naar voren te komen koeien. Maar hoe kan je nou een meeste slagmaatje met dit weffen waar? Nou, had je in je inhelling willen, dan maak je net hetzelfde zielen als wat degene voor je ziel. Nee. Dus als je een slag uitzieken, dan maakt het ook. Extreem de oren kant om. Ja. Nou, en dat gaan we dienen. Maar dat kan ik wel nooit delen uitpakken. Ja. Maar dat... Klaas, we hebben nog een heel mooi beeld van de start. Zullen we even zien hoe dat daar gaat? Want toen zit je nog heel dichtbij me, hoor. Ja, en zei er ik heel mooi bij. Ja. Een mooie start. Dat is net de start, maar de eerste tonnen, die zien we dan. Oké. Je zit altijd heel dichtbij me, Klaas. Sjen en Joost en Peer, die komen er een stuurboot in en we komen die beroerd eromheen. En die ken ik helemaal haast net een kant uit. Nou, de JR, de moest Sjen. Ja, hij is stuurboot. Zetten. Ja. En dat ben je. Ja, en dat is de keuze die smaakt. Ja. Als het staat en dan moest in zijn eerste cruise raak te vaak door de wien, dan verlies je al in je meters. Ja, zeker, dus maar dit ligt er waar. Dat is zo min mogelijk door de wien.
Ja. We hebben het bezocht en die blaakt om van de lege woorden langs dat woer net. Dus we zijn waarom gong op dezelfde boeg en dan moest hem trots zetten tot het eind. Maar het is wel heel brutaal om daar met dit licht te waren hoe sterven wordt. Ja, of zeker. Zo wat te schilderen. Want ja, je kan die wie net vertrouwen. Want dat die voortvalt, die ben je helemaal nergens. Ja, Klaas, de stips krijgt zelf om van de favorieten. De skip die je verwacht, je kennen zitten voorin, oren zitten achterin. Wat is dan die conclusie als je dat zo zegt? Ik wist de winden gebeuren ding, daar snap ik helemaal niks van. Vertel. Ja, ik zei Jelle Talsma varen. Ik zei jongens, hem met erheen. Hij houdt het op. Want? Hij gaat eruit, hij vaart niet staven. Ik denk de Leidse volkskip. Hij voer echt richting Staveren. Hij een heel kort. Wij lezen bij die tonnen lezen we naast hem. En hij schielt naar Staveren. En wij denken van nou, wij gaan hier droog. Ja. Dag, bedankt Jelle. Ja. En Jelle. En hij komt. En in één krijgt er hem. En hij vlucht zo naar het rijden plak. Ja. Dus ja. Maar ik denk, wow, die draaien misschien een keer minder. En die draaien misschien krek op goede moment. Hm. En wat we zijn. Als een vlaag komt, dan moet die skip precies goed lezen voor die vlaag. Want dan krijgt hij mij. En dat zegt maar is het niet frustrerend, Erik, als dat dan zo van de juiste oren die vlagen hebben en zelf is op een plak werd ze net binnen? Ja, natuurlijk, dan denk ze het ook hier. Maar Claire, je maakt het op een gegeven moment in een cruiseraak, maak het een keuze. En de kist, op een gegeven moment zei ze van nou, wat zullen we doen? Dat doen we. We gaan die kant uit en dan geven we die kant uit. En dan schiften we wel eens een beetje. En dan denk je van, nou, zullen we draaien of zullen we net draaien? Ja, draaien kost 100 meter. Nee, we draaien net. We zetten terug. Dat het aan. Zo min mogelijk draaien, de snelheid in het skip houden. Zien dat we erbij komen. Ja. Maar als het hem net aan de skipper leidt, net aan de bemanning, dan leidt hem dus aan het skip en het tuig. En dan heb je een volle ernstiger probleem. Want skip en tuig kan net zo gauw een bij helpen. Dus of je hem weer beter. Nou, het is haar Klaas. Wij binnen zoals hier verliezen begonnen met dit spultje. En wij hebben oudkeurde zalen van Jereveen op je schip staan en oudkeurde vakken. Maar zij is Jereveen wel kampioen mee worden. Werd zij als Saison in mijn zielt hebben. Dus dat kent ik net al. En wij zielen er nog wel tol weer mee. En wij zielen toch in de A-klas IFKS met dat spul. Ja. En wij zielen vloot. Dus als de jonge Rhino nog eens een nieuw setje erop zet, dan hoop ik dat ze nog een keer verslag geven. Hij zei dan van dat want we weinig meer te halen. Zullen we het beleven. Ja. Nee, maar, ja, maar ze kennen het wel. Ja. Het tuig is dus een nou, het is wel de motor van het skip. Ja. En wij hebben net een nieuwe motor. We hebben een oude motor. Een oude motor. Op een jonge Rijn. Op een jonge Rijn. Opvallend is trouwens, dat is even een orenkwestie, dat er dus inderdaad twee scootjes wel erin kunnen staan, maar net meidoggen. Dat binnen dan bijvoorbeeld Broren Los, Mark Rutte Pier. Want dat scootje dat weer van Sikke Heerskop. En Sikke Heerskop het in het voorzijn van Jim kan het scootje net horen. Wij hebben een zakelijk conflict. Ik wil dat we weer om hebben. En hij toen nog bezocht om dat scootje weer bij de IFKS om te brengen. Zodat die Los Boys de top weer op silicon. Hij zou er in de titel het volgende oer. Het is mij onmogelijk om dat skip rechtstreeks naar de gebroeders Los te doen. Dat is de reden en de achtergrond. Vervolgens heeft zij proberen en dispensatie te krijgen en om een oorschip in deelnemen te kennen. En helaas is dat dus net slagen. Dus zij kennen alleen maar deelnemen, maar ik doe het op hier. Dat is voor mij net makkelijk, dat is ik duidelijk. Maar ik denk dat het in belang is van het kampioenschap en scootsiesiel en van de IFKS dat die man toch deelnemen kan. Ja, uiteindelijk koer het net, Klaas. Ja, toch nu weer een zaak dat dan favorieten net Maidog is een kampioenschap. Nee, er zit wat een lacune in het verhaal. Hij je eens kreunen, het startjeelt zwarten. En ben je gerechtigd om te starten, dan hoort het startrucht. Kom je ook dan net, denk bij de Olympische Spelen, dan komt een ploeg net opdagen. Dan heb je een vrij punt. Nou ben er 12 van de zegtjen. Ja. Dat is de volgende. Zo staal ik zes maanden, 14 dagen voor het kampioenschap. Dan komt er een wildcard als hij in gebreken bloed met zijn skip aan te bieden. Ja. Dat zou een oplossing wijzen, dat zo de skippers nog besluiten moeten. Want dit kan natuurlijk volle vaker voorkomen. Wij nog twee. Kees Jonker. Nog? Ja. Nou ja, die wie ik al in schreun. En die bemanning zou dat oppakken. Dat is het beste moment misleren. Nou, het skip is ook al verkocht. Ja. En ja, dit is jammerlijk dat nummer er is. Want dat wie nou volle beter. Dat via een wildcard een van de goeien van de B-klasse Maidwan koer erin. Is je hem als een devaluatie dat er dan twee net Maidwan van het kampioenschap? Ja, het is wel jammer dat wij net maar de volle sectie skip zielen. Maar aan de andere kant, ze hebben een opjongstart, die wil betalen. Alles is klaar. De lijstjes ben klaarmaken, alle deelnemers zijn erop. IFKS die zegt er een soort werk in. En had het op een gegeven moment dan weer verroren en dat klopt al in het meer. Dan zitten de meesten niks van, ja, dan is nog wel eens even zien. Dan staan die mannen erop en dan klopt dat weer net. Dus aan de andere kant,
Ja, ik wil het net helemaal goed praten, maar ik begreep ik wel dat de IFK het op deze manier oplast. Maar dat seizoen inderdaad in de winter daar nog zo praten met de klas. Nou ja, dan zo is het 14 dagen, net zoals 6 maanden, 14 dagen van tevoren moet je het schip aanbieden. En dan wordt het keurig, is ja, goed. Want zo één kan er uitvallen omdat het net goed is. En dat het dan net te repareren is, ja, dan kan je zes nog de lijst eruit en dan kan Noord niet erin. En dat kan hem dus wel vaker voor, want ja, dat leeft nou ik in economisch wat onwijsheid. Dan kan ik in een probleem komen dat hij hem het schip aannomen wordt of wat, niet maar. Dus, maar ja, en het is natuurlijk spijtig dat de bron los vooral er net binnen, Kees Jonker ik, maar we hebben een prachtige ploeg. We hebben, wat een geweldige mooie street, wat een mooie vloot. Ja. Dus dat is ik mooi compact. Het is ik dat net dat er een zutterig soortje ergens wat achterom bongelt. Nee, dat doet ik vol mij in de street. Ja, en dan zit dan zit je hem samen op zijn tegeren op zijn scootje, maar de bemanning natuurlijk zit er net, maar je beiden op. Maar hoe is dat dan als huid en zoon om tegeren op dat scootje te werken? Van de huid uit bezoen is natuurlijk een droom, nou, om je zoon samen scootje te zien, dat liet dat voorop stingen. Maar het is soms ik wel verrekte lastig natuurlijk. Ik bedoel, hij is dan wel skipper en ik moet dan zijn adviseur wezen. En het is een heel eigenzinnige jongen. Dat is misschien de meeste skippers wel. Maar ja, je probeert het toch individueel het beste eruit te halen. En dat, ja, dat klikt dan ik wel net even altijd. En hoe gaat dat aan onderling? Ik luister die wel eens net naar hem. Erik, nou zoek ik het zo. En dan zeg ik van nee, tot zo. Waar staat er aan? Hij zit naast mij achterop. Ja. Kerst net beter op voordek zetten. Bij Freds. Dan ben je weer. Dan ben je weer. Ja. Nou, u snijdt die ging verschrikkelijk goed zielen. Er binnen in Friesland, Noordelijk en Lien, binnen daar een soort wedstrijden west, maar valkjes. Nou, er binnen hier valkjes. Trui-bemanningsleden die stappen in hier valkje, die gingen mijn wedstrijd zien. Nou, Schuit is er al 2 keer in kampioen geweest. Dus de tactische spulsie, dat snapt die man heel goed. Ja. Dus ik wil hem graag mooi, hè, omdat hij dat weet. Maar het is wel die Huid. Maar het is wel mijn Huid. Maar hij is wel de skipper. Ja, en dat is wel de skipper, ja. Dat is wel eens het conflict. Dus in de SKS, ik wil eens zeggen die man van, oh, ik wil net meer mooi. Mijn zoon shield nou en hij ziet het maar uit. Ja. Maar ik wil wel heel graag mijn Huid erbij hebben. Want die Huid heeft nou al 3 keer zo'n, ik vind het verrekte lastig. Nou, soms is het moeilijk natuurlijk. Ja. Want we willen graag winnen en ik ben verrekte voel en hij ik. En dan heb ik dan een adviseur voorop en dan heb ik een hartstikke goede bemanning. En dat moet hij wel een beetje passen bij elkaar. Nou past het ik hartstikke goed bij elkaar, maar om soms tot in je besluit te komen. Ja, kerst ik net even vergadering onderwijs. Even krek voor de finis, Joert. Ja. Nou, de adviseur voorop die zei. En dan maat ik op zielen natuurlijk. Kerst er wel van langs. Ja. Wij zitten, of ik zit achterop, kerst er ik wel van langs. Ja, ik wilde toch achterlangs. Maar hij luistert naar zijn adviseur voor en naar mij en hij gaat er voorlangs. En. Protest, hè? Sure. Maar het koel wel. Alleen heeft ze verneuken is wat. Maar goed, dat is dan de andere kant van het verhaal. Wat een piepje. Want de adviseur die zei van hun, Delft die worden. Terwijl dat helemaal de noorden is. Ja, maar dat weer even een moment. Maar het is dus heel dat je hem hebt. Er is dan springt de god niet dead. Dan wordt er zaafrecht en dan wil hij hem ook van boord afslaan. Het heeft letterlijk dingen. Maar goed. Zag je dat soms? Ja. Maar dan had ik mijn glas bier. Maar wat neemt zo? Maar dan moest elke keer dus dat zelf het besluit nemen. Is het dan net juist extra les nou, in Harden? Zij is het wel. Ja. Zij hebben een adviserende rol. Ja. Ik voor Douwer die zit voor op het skip. Die is de uitkijk. En die vertelt hoe de vlaagjes hoe de markt komen. En dat het skip een beetje oploepen kennen. Nou, en dus houd ik. Maar ik ben de skipper en ik bepaal. Ja. En ik maak je uiteindelijk een keuze. Ja. Maar dan stelt ik die teamgear, dus dan accepteerst ik dat zo'n lastig adviseur is. Ja, ik kan ze direct uitzetten, hè? Nee, het is net een lastig adviseur. Absoluut dat niet. Nee. Door hem als Biden is jonker de best om vooruit te komen. En soms is het een beetje geven en nemen. Ja, en soms lukt het en soms net. Hey, we hebben Meijne Talma hier, net voor niks, want die zal noemen voor je spilie, heel tapasselijk. Het gaat over Somalische piraten. Ja, dus het wierbarde verhaal over Hendrik Toxopeus, kapitein uit Haas, met zijn Belgische bemanning van de Pompeii.
twa lietse bootjes kamen dichterbij. De kaptein schetst ineens vuur pielen al. Een teken dat we geen wapens hier hekken waren om een reling slijn. Hoe wordt de kaptein zijn handen omheen die schetten ze hem samardel. De stuurmans die zijn hem als verband, de kok neide de woene. Die net naar de golf van Aden, want daar wacht je de Somalische piraten. O, verlos u zo heer. Die net naar de golf van Aden, want daar wacht je de Somalische piraten. O, verlos u zo heer. Vaak maken ze onderling ruzie, we bieden ze haar zelfs in orenkapers verwoenen. Vooral dat ze met je skat bedoelt hier een beet pries. We moesten sliepen op de bregen van het skip, ze eten al die zieken op behalve het barge vlees. En hoe dat op je kregen we verrotteries, mijn moeze keutels. In het nijde golf van Aden, want daar wacht je de Somalische piraten. O, verlos u zo heer. In het nijde golf van Aden, want daar wacht je de Somalische piraten. O, verlos u zo heer. Eindelijk snijf jouw man, stemde uze reder dat de bataljon. 12 miljoen euro wat die zee dropt, droog een vleend duchtje. Zag gauw wat ze kwam, wie in zijn stadig gongen ze van boord. Ze kregen spul over de spult en eentje werd vermoord. In het nijde golf van Aden, want daar wacht je de Somalische piraten. O, verlos u zo heer. In het nijde golf van Aden, want daar wacht je de Somalische piraten. O, verlos u zo heer. Dankjewel, Meindert. Nou, pittig vestkeer. Toch? Ja. Ja, dat is net zo'n... dan kan je maar bij het scootje zielen. Ja, inderdaad. Ja. Hey, we hadden al gehad hoe dat scootje jonger aan, hoe je met voen hebben in Zwolle. Dat we al een hele ziektocht en we hingen toe de kop en de kont. En je bent steeds maar min of meer op slag verliefd op dat scootje, of net? Ja, dat klopt, ja. Ja, we zagen hem er op een kant staan. En hij is die op internet een keer pas een boetes verlaat. En we doen er een slag omheen en we zeiden, nou, hij heeft er inderdaad wel wat van. En ja, een heel mooi skipje. En we moesten daar besluiten. Daar ter plekke? Ja, ik hier maar die man bellen en ik zei, nou, wanneer komt de volgende koper? Nou, die komt vanmiddag. En wij weer in de Maas. Dus toen hebben we voor het besluiten. Frits wie mooi, die hier de noemers nog even opzag, die naar om. Ja, Frits is hier een professor, hè? Die weet alles van schoentjes, toch? Ja, Frits weet alles van schoentjes. Ja. Nog meer als Klaas. Nou, dan... dat zou hij wel. Dat ken hij net. Maar... is dat zijn Klaas? Of, we hebben de zaken wat verdeeld. En van de werven en zo, dat weet Frits in die... Maar ja, had Frits het opschrijft, net lees ik het, dan weten we wel lekker vol. Maar je hebt toch een boetes verlaten, maar dat wie net zei. Nee, bleek een roze van der Meijden te wezen. Ja. Nou, en toen zei mijn scootje, komt toch ik van die werven ja. Uit? Ja, dat klopt. Ik ja. Een viertje, hè? Ja. Dat zult er net gebeuren. Nee, dat hoop ik niet. Maar zij zei dat dat skip te min is. Dat hij voortmaat. En dat dat met jem skip eigenlijk ik zei. Daarvoor krijg ik in. Ik denk dat, dat als wij het spullen goed voor hebben, dan ben wij mooi van de snelste van de A-klasse. Dat is een... maar misschien, nou heb ik wat leuks bedacht. Nou, Huizem het hartstikke mooi tuig voor dit skip. Maar zeg het tuig ik in beeld, hè? Ze binnen drokkend werk. Ja. Die willen oortuig. Je hebt een aardig tuig.
had je hem nou de Turk van Huizen krijgen van net al het volk. Hij zei de eerste aanbetaling al van knap naar je schip met dan naar je Turk. Ja, maar net de volk, dat is dan niks. Een beetje. Ja, een beetje. Maar hem heb ik mooi feestje. Maar want we hebben horen naar Turk en naar dit en naar dat, maar dat kost het nogal wat. En hier heb ik een actie gehad, hè, van Mighty. Ja, wij hebben een feestje georganiseerd van Scootje, het jonge Rijnverstein. En nou, dat ging hartstikke goed. Hoeveel heeft het opgesmeten eigenlijk? Nou, uiteindelijk net zo volle. Oh. Het ging hartstikke goed. Een gezellige jongen. Maar het is hartstikke gezellig. Tussen toeristen niet eens. Wat het dus wel opsmieten, dat is een soort publiciteit. We zijn op televisie geweest, we zijn op de radio geweest. En de mensen in Friesland die hebben wel een idee wie wij binnen. Maar je kon geen natuur van Keepje. Nee. Dat wie nou wel spietig. Dat wie spietig. Ja. Maar ja, kleren, je doet de gak en je zorgt wel wat er onder een streep opbleeuwt. Ja. Maar we zijn net kosten wat het kost, steken wij u staat een nek in de schulden en we zullen wel hoe het dan komt. Maar wij bij rusten blunen en we zielen nog maar zo'n dit wat titel hier. Ja. En het gaat best. Maar nou ben er ik bemanningen die scoren eigenlijk zeg maar €500. Dat is nog te min natuurlijk. En dan hij is een begintje. Nee. Nog iemand ik? Of, wil ik net. Nee. Bosto net, waarom nee. Net? Wij hebben een skip met een fanatieke bemanning. En die mensen die doen een heel soort van scootje. En als je die nou ik nog een keer betellen litte maten daarvoor, dat vind ik te gek, dat doen we net. Maar als zo, aan de ene kant vind ik je wel een enorme ambitie van je, allebei, ja. Klopt dat? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Maar dan moet je dus ik het nice spul hebben, want anders kan je net maar. Nou, maten, dat is de wens natuurlijk. We hebben natuurlijk wel een soort goede sponsoren en deze willen we die al graag bedanken daarvoor. Maar het is net zo dat zoveel oplevert dat wij maar investeren kennen. Dat is meer niet onderhoud van het schip. En dat ervaren we mooi. Maar geen vernijende factor. Nee. En zijn feestje onder Jensen. Dat smeet dan net genoeg op. Maar nee. Hoe maakt het dan in de wereld? Miljonairs ben je hem net? Nee, maar ja, goed. We zullen zien dat we een oorpaatje vinden. Ja. Ik zie bij Erik een oplossing in zijn eigen. Nou. Nee. Oh. Maar je doet je best naar de mogelijkheden die je hebt. Ja. En dit is wat we hebben. En dit zielen wij mooi. En dat doen wij best mooi. Ja. En wij zijn tevreden met het resultaat. En je beziek je, ik zeg maar, het dorp erbij te beloeken. Hè? Ja, om echt het Wietgaardse scootje te wezen. En nou ja, dat die is manier. Mijn inzet wist ik me vroeger geboren in Wietgaard. En mijn huid en mem die wenen er ik nog steeds. En toen er een scootje kwam, dan zag ik van, oh, wat zou er mooi zijn dat het scootje van Wietgaard weer. We hebben daar een donateursactie gehouden. We hebben er meer dan 100 donateurs. Dus daar komt elk jaar een financiële injectie bij. En nou, daar kunnen wij. En leeft dat in Wietgaard? Begint dat dan niet te leven? Verneemt dat? Het is altijd een trend, hè, om het daar buiten te beloeken. Nou, we hebben natuurlijk twee jaar in de C-klasse sealed en twee jaar in de B-klasse. En ja, daar is toch vanuit de media is er minder aandacht voor. En de mensen in Wietgaard die willen dat heel graag volgen. Alleen dat lukt dan net. Het is de mini-prijs. Nou, je zit er nou ook in de A. En we zitten nu in de A-klasse. En ik denk dat wij nou wie het gaat zijn laten kennen wie we binnen en wat we doggen. En ik wat wij... Mooi dat feestje hebben. Voel ik het al wel wat teleurstellend dat er net meer mensen van... Roenom Wietgaard, is bezocht. Is er meer van verwacht? Wij hier er al meer van verwacht. Ja. Wij is jonk en de berg in drie dagen en volle langer. En dan is dan natuurlijk ik het topsporter. Best. Ja. We hebben dat dan, ik zeg maar, dan, want dan heb ik al die ambitie, dan word je toch kampioen worden. Dat wil je maar zeker. Dat is los van dit feestje. Ja? Dat is meer aan het ziel binnen. Ja, ja. Nee. Maar het betekent dat je eigenlijk op een heel veel dingen je concept nog aanpassen moet. Ja. Je bent ziek kinder, en om die sponsoringen en om wie het gaat. En alles dit. Is mooi. Dat is wel heel leuk, zo dat wijzen. Want toen heb ik nog dat probleem met die bemanning. Die moest ik maar wat zei je me selecteerd om wat een knappe ploeg hoor te houden. Want meestal zei je acht enthousiaste leur en drie bierdrinkers aan boord, of net dan? Ja, die moet je er ook aan te krijgen. Zet ze er nog op? Wij kunnen apen. Ja, zei je, dat bedoel ik niet. Even, ja. Ik denk dat wij de apen trots weer te kennen op de bemanning die we hebben. Hij hem nou selecteren matten. Moesten er meestal nou een naaien op? Soms wel. Maar hij wil niet selecteren. Soms selecteer je wel natuurlijk in kwaliteit. Ja. Maar net die mensen. Nee, maar dat is wat op inzet. Had ik nou gezellig mijn zielen wel. En dat dwingt me om drie keer in de week te trainen. Ja, dan zeg ik Erik het is best. Maar ik doe niet met jou mee. Ik heb wel mijn B-klasse. Dat is volgens gezelliger. Ja. Nou, zo bedoel ik. Ja, selecteert hem dat zelf uit dan? Dat, ja. Ja, uiteraard. Dat jou is er zelf. Ja.
Dus je hebt wat mensen verleend en je hebt er oren bij gekregen. Ja, zijn moesten nou, misschien. Dat heeft elk hier. Heeft, op elk scootje heeft er elk hier wel wat verlopen. Die ene keer dan had die op en dan zat de vrouw van de oren van. Nou, zit ik eens een keer met mijn man in Frankrijk op vakantie. Nou, dan had die op. Dat was leuk, ja. En, maar ik denk dat wel. In elk geval, een viertje plak je wel rond. Als toch van het viertje nou was, dan moest je toch strakker worden. En dan kan het net nou, ja, je hebt al wel wat. Dan moet het echt, zoals toch die elf steden toch die is. Nou, dat denk bloed in de schoenen en ervoor. En dat zal gebeuren. En dan ga je feest op een finish. Ze zullen naar Van Ugeren van een weekend. Ja, zeker. We ik zei het al. We komen er wel. Ja, je komt er wel. In elk geval, elke wedstrijd er een plakje ervoor. In elk geval, ja, precies. Van dat shirtje in de plak houden. Ja, want dan kan ik nooit waar wel even vertellen. Voor, ik zei één ding, zei ze. Ja, één ja, ding nog. Nou, dan hoeven twee minder te degraderen. Dus ze hebben volle beter kans om erin te blijven. Van hier. Ja, die twee die in de maai nog een keer in staan. Dus je hebt een goede kans. Dat dacht. Ja, het waar voor manje voor de Sielerij staren. Nou, voor de vakantie. Jongens, het wordt een mooie droge simmerdag. Het wordt zo'n 23 graden en de wind is matig. Ongeveer een kracht van jou. Ken je hem daarmee? Ja, zeker. Nou, dan binnen wij de manje, ik werd. Maar het is goed, dan uit Starenbaai. En dan?